vergroot worden. Is makkelijker, hoef je alleen maar te luisteren. Hans Kazan. Verdwijntruc vind ik leuk. Ja, de konijn uit, ik heb nog nooit iemand een konijn uit een hoed zien toveren trouwens. Dat is natuurlijk zo'n stigma, zo'n klassiek beeld wat mensen van goochelaars en illusionisten hebben. Maar ik heb het nog nooit iemand zien doen. Maar ja, het is wel het eerste wat je denkt als je aan een goochelaar denkt. Oh, nooit meer witte blouse. Las Vegas. Ja, dat is wel mijn stad. Hè. Dus Las Vegas is de stad van de glitter en de glamour. En natuurlijk mijn grote voorbeelden, Siegfried en Roy. Dat waren de sterren van Las Vegas. Dus ik had als kind al zoiets van, ik moet in Las Vegas optreden. Oh, dat is moeilijk. Pamela Anderson of Gerard Joling. Dat zijn allebei vrienden van mij. Dan kies toch voor Gerard Joling. Nou ja, dat is echt een trouwe vriend. Pamela en ik hebben altijd zo, dan spreken we elkaar een jaar niet en dan weer wel. En dan... Maar Gerard is nog wat, ja, dat is iemand, weet je, die woont ook zo dichtbij waar je denkt, oh, ga even bij Gerard langs of zo. Dus ja, als ik moet kiezen, kies ik voor Gerard. Kaalkop. Ik ben een teamplayer, maar ook een einzelganger in de zin van dat ik wel zelf heel erg mijn koers zelf ga en uitstippel. Ja, dronken worden met collega's, leuk. Dan nooit meer seks. Dan beter een slechte stylist. Nou, met slechte stylist kun je nog zeggen van, dat het apart is of zo, maar als je een slechte visagie hebt, dan zie je er gewoon niet uit.